Goedendag mensen, welkom bij aflevering 3 van Talk City. We hebben twee prachtige gasten. Onze eerste gast, Fabiola. Dank je. En niemand minder dan... Ik ben jong, Ellie. My guy! Daza. Dank je. We gaan direct beginnen. We beginnen natuurlijk bij Fabiola. Je bent de dame. Nee, we beginnen bij jong Ellie, want het is een beetje een vraag voor een man. Mm-hmm. Wat zou je doen? Je komt in een ollo, je geeft een showtje mm-hmm. en je ziet je vrouw in de VIP staan. Maar niet met jou. Doei. Is direct klaar? Is direct klaar toch? Misschien zijn het de niffels. Nee. Ik denk... Je vrouw mag niet met de familie omgaan. Dan, als het de nippel was, dan had ze me toch een tekst van, yo, ik ben mijn nippels hier. Oké, ik hoor je. Snap je? Ik hoor je. Jouw vriend mag gewoon in VIP staan met dames, of? Ja, ik ben niet heel jaloers, maar je hebt vaak als vrouw wel voorgevoel wanneer je weet, dit is niet goed. Okay. Ik ben daar niet mee eens, man. Hoezo? Onze voorgevoel is ik altijd ben artiest, goed. Ik sta vaak in de VIP, dus ja? als dames daar staan, betekent niet gelijk dat je, snap je, dat die verkeerd bezig is. Het is gewoon werk, toch? Die dames zijn het werk. Ik ben aan het werk, toch? Dus die dames zijn ook soms aan het werk, toch, broer? Ik hoor je. Simpel is het, man. Oké. Hoe maak je onderscheid tussen een man met geld en een man die speelt alsof hij geld heeft? Dit is direct voor Fabiola. Ja, kijk hier, ja, tranquilo douche. Nou kijk, mannen die vaak veel geld hebben, die showen het niet. En vaak in mijn beleving, als mannen veel showen, die hebben vrij weinig. Heb je wel eens iets meegemaakt daarin in die zin? Nee, ik zie gewoon heel... Want als je zegt mensen showen het, hoe bedoel je in de ja, als sommige mensen echt veel showen en zoveel dingen hebben. In de club of hoe in de show? Club, maakt niet uit, op Instagram, wat dan ook. En vaak die zijn juist niet zo... Heb je dat soort gasten wel eens in je DM gaan? Dat je dacht van, je hebt sowieso geen geld. Ja, maar voor mij hoeft die niet veel geld te hebben. Jij hebt dan geld? Nee, ik ga elke persoon die je behandelt, het is precies hetzelfde. Veel geld of weinig geld. Oké, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. En jij? Heb je wel eens gehad van, gewoon ben je niggers. Als je denkt van, deze clip, maar die pap is niet daar. Of hij heeft net die spaghetti en hij is direct PC. Nee, maar ik heb dat niet echt gehad om eerlijk te zijn. Oh, je niggers zijn stang. Nee, maar als je niet hebt, heb je niet. Als je hebt, heb je. Oké. Okay. En prizes? Heb jij wel eens gedaan alsof je geld hebt voor het artiestenleven? Ja, tuurlijk. Ik kom van de buurt, broer. Ken je die? Je eerste wat je pakt, die denkt direct van je bij Bill Gates. Dus, maar gedurende tijden word je ouder en dan ga je stoppen met die dingen, snap je? Zo simpel is het. Oké. Wat is het maximale wat een man ooit aan jou heeft uitgegeven op een date? Ja, ik heb nog nooit niks. Nee. Geen cent? Nee, ik heb nog nooit iets van een man iets gekregen. Nee, echt waar. Hoeveel ex heb je gehad? Niks. Ja, nee, niks eigenlijk. Huh? Ik heb nog nooit wat van een man gekregen. Een man heeft nog nooit iets, een cadeautje voor me gekocht of zo. Ja. Dus je wilt tegen mij zeggen... Voilà, vandaag neem jij een blikje leffers mee naar huis. Ik zweer het. Ja. Ik geloof het niet eens. Dus ik heb zelfs... Oh nee, dat ga ik niet vertellen. Nee. Je hebt zelf wat. Gooi het eruit. Je zou het al zeggen. Gooi het. Noem geen namen. Koop jij wel iets voor die man? Of, Ja, ik heb zelfs gewoon... Iemand keer mee vakantie genomen. Ja, een sugar mama model. Ja, toch. Oké. Wat wist je? Wat wist jij ooit van op? Wat is het meeste dat jij hebt uitgegeven aan een vrouw? Op een date? Zeg je eerlijk, ik vind het een beetje corny om bedragen op te noemen, je weet toch? Maar ik heb ook nog wel uitgegeven. Oké, wat voor restaurant? Isakaya. Gang shit. Maar even, hoe zit het met de dames? Bijvoorbeeld mevrouw hier. Over een date? Ja. Ja, ook niet echt iets bijzonders. Nee. Zijn we nooit iets van je gebij? Simo? Voor een van de dames hier. Ik geloof dat jullie zijn allemaal gewoon... Jullie zien er allemaal gewoon mooi uit, leuk uit. Dus er is geen ene guy heeft nooit iets voor jullie gekocht.
Ik kan dat niet geloven, man. Ik zeg jullie eerlijk. Niemand. Jullie gaan allemaal cappen hier. Jawel. Oké, kijk. Okay. Ja. Wat is een voorbeeld gewoon? Ja, cadeautjes zoals parfum, tassen. Ah, Birkin. Ik heb zelfs een auto gehad. Wauw, oké. Oké. That pussy must be good. Waggy. Yeah. Oh, oké. Wat voor waggy dat? Zo, mag ik dat niet weten? Nee. Skip dat. Tranquilo, tranquilo. Maar je gaat helemaal in die business, bro. Dadelijk ga je bouwjaar vragen. Ik ben al in die boven. Nee. Nee, die heb ik zelf. Dat is heel mooi. Ja. Oké. Mag je partner een beste vriend of vriendin hebben van het andere geslacht? Ja, tuurlijk. Ja? Beste, ja, vriend. Dus jouw vriend mag een beste vriendin hebben? Ja. Oké. Okay. Ik geloof dat. Jawel, tuurlijk mag dat. Waarom? Waarom niet? Vrienden? Tuurlijk. Kijk, ik denk dat bij dames anders ligt, man. Toch? Nee, of, man. Jullie zijn wat makkelijker erin, toch? Nee, man. Nee? Je wel vrouwelijke vrienden hebben, maar je hebt geen vrouwelijke beste vriendin te hebben. Dat gaat te ver. Ja. Corrie, ik denk ook zo, man. Jij bent zijn beste vriendin, man. Houd geen beste vriendin. Ik ben zijn beste vriendin. Wauw. Oké. Okay. Dus hij mag niet met andere mensen praten. Niks. Nee, for lifers. Oké. Okay. Ja. Ik zie mijn vrouwen inhaken. Yo, wat zeggen ze? Ik zei niks hoor. Ik zag je echt iets zeggen. Ja, hij mag. Hij mag wel of hij mag niet? Ja hoor. Maar de reden waarom dat jij ook gewoon een beste vriend hebt? Ik hoef niet per se. Maar? Ik ben gewoon niet zo moeilijk. Als je hem kent of haar kent voor mij, die ben ik. En daarna wel? Debatable. Debatable wat? Debatable, kan. Debatable? Nee, debatable. Als in, die kan er nog overleggen, weet je. Maar zijn Engels is nog niet daar. Hey. Jardino Asparaat, mensen. Hey. Om hem gaat iedereen shotten. Let's go. Ja. Oh, Latif, man, hè. En daarna gaan we direct... Cheers. Cheers, ja. Ik heb het al gesnipt, man. Jongeli. Yo. Als je een vrouw hebt, of hebt, wie weet, mag ze een mannelijke... beste vriend hebben. Het is dubbel, man. Vertel. Eigenlijk denk ik het kan wel, je weet toch, maar tegelijkertijd denk je wat als. Je weet toch, wat je weet maar waar, welke hersencel van jou denkt van het kan wel? Als mijn mind me komt uitleggen, die ik heb paranoid, best... Die paranoid. Soms, ik weet niet, man, soms denk je gewoon... Maar bij mij gaat het van, heeft ze het nodig? Merk je die? Van, ah, waarom heb je een mannelijke... Ja, toch. Het mooie van, ik denk er niet zo van na. Het blijft een andere vriend, geslacht. Dus zonder IN, dus dat er din komt, broer, dan hebben we niks te bespreken. Dat is wat zij zegt. Ik ben jouw vader, ik ben jouw beste matie, ik ben jouw kind. Wat ga jij nog beste proeven? Wat? Wat gaat die kill je geven wat ik je niet kan geven? Nou, maar weet je wat het is? Soms hebben vrouwen gewoon iemand nodig om mee te praten, toch? Hun moeder. Hey. Ja. En als die er niet is, dan ben ik er. Ja. Zo kan je het ook bekijken. Want nu je beef met je aan. Dat is waarom ik zeg van... Ja, jong Elisa P is echt klein, baby. Ik weet het. Kom bij me zitten. Zit je dan? Ja, wat doe je dan? Maar je hebt wel een beste vriend of vriendin of... beste vriend. Laat me het zo zeggen. Ja, heb je een mannelijke beste? Ja, hij is wel gay, maar ik heb wel. Oh, kijk, dat is wat anders. Ik zeg nee, man. Nee? No. Hey, die gays zijn nog heftiger, broer. Ik heb een paar gay niffels, broer. En ik weet hoe hun omgaan met situaties, pa. Dat? Oh, hij is vegan, bitch, kom. Boep. En dan zit je lig je opeens in bed met de andere kill. Nooit. Ik zweer. Broer, gays hypen het, hè? Jij hypen het wel op. En van ja, hier ain't shit. Brada, het kan niet. Voordat we het eerste spel gaan beginnen, beginnen we met de shot. Iedereen, dames achterin. Cheers. Cheers. Gang shit. Fabiola mag beginnen. Ik? Ja, dat jij mooi bent. Ah. Ja. Oh. Wees maar lekker hard op, tijger. Bel je ex, zeg dat je nog gevoelens hebt voor diegene en dat je een tweede kans wilt. Opdracht is gelukt als je ex open staat om hem nog een kans te geven.
Maar nee, ik kan het niet doen. Nee, dat kan niet. Want... Waarom niet? Ja. Ah, nee. Ja, dus, ik ben lekker low-key. Oké, je mag... Kijk, je mag... Ik heb geen ex eigenlijk. Was nooit officieel. Kijk, je mag sowieso één keer weigeren. Ja. Dus je hebt geluk, dan mag je nog een kaartje trekken. Maar ze moeten een shotje nemen dan, toch? Of niet? Ja, ook een shotje en dan mag je nog een kaartje nemen. Nee. En die mag je niet weigeren. Nog één. Nee, wel een goede vriend of vriendin die een relatie heeft, zegt dat diegene zijn partner probeert je probeert te versieren. Opdracht is geluk als hij en zij het gelooft. Dat is wat minder erg. Maar ik heb maar één beste vriendin en die zit daar. Maar ik heb ook geen relatie. Nee, dus. Dat hoeft niet je beste vriendin te zijn, een vriendin. Ik heb voor de rest geen vrienden, echt. Nee, en ja, een gay vriend, maar die is vrijgezel. One eternity later. Oké! Geen stress, Jezus leeft. We gaan naar Jong Ellie. De eerste vraag, pik hem op. Hard oplezen, bro. Bel een vriend, vriendin met een relatie. Overtuig diegene ervan dat zijn partner een trio wil met jullie. Opdracht is gelukt als diegene het gelooft. Dus ik moet een vriend of vriendin bellen. En zeggen dat ze mij of Mattie, de Mattie, een trio met jou in haar of hem wil. Wie ga je bellen? Maar dat is raar. Ik ben jong en lief. Mag ik een andere pakken? Jazeker, en een shotje nemen dan. Hey, wat is jullie mooi? Jullie zijn verlegen of zo? Nou, maar... Ik, hè? Nee. Ik ga deze, als deze heftig is, ga ik gewoon die andere doen. Bel de laatste persoon waar je seks mee hebt gehad. Zeg dat je een soa hebt. En denk dat het voor hem of haar is. Ja, maar. Nee, maar bellen. Je gaat ook bellen. Nee, man, broer, je kan niet terug naar die andere als die andere niet goed is, kies ik deze. Oké, dan is het mooie van dit, dan doe jij deze opdracht. Nee. Ja toch? Nee. Ga we. Nee. Je gaat alles weigeren gewoon. Dat is niet gezellig. Dus, je moet wel een sport. Ik ga niet alles weigeren, maar... Weet je wat, we gaan een opdracht voor jou verzinnen. Ja, is goed. We komen eraan. Weet je wie ik ga bellen? Wie? Ik ga Philly maar even bellen. Dat? Nee, hij weet dat je hier bent. Timer dan. Hoe weet hij dat ik hier ben? Maar wat ga je zeggen? Ik heb hem vandaag gesproken. Wat ga je zeggen? Oh, maar wat dat gaat niet werken, okay. Nee. Oké. Okay. Je zou zeggen dat zijn dijp... Doorgestoken kaart. Nee, mama. Wacht. Ik zie een vriendin van haar. Stap in voor haar. Oh, zij ja. Zij gaat wel iemand bellen. Je gaat niet voor je vriendin. De opdracht van... Wat was de eerste opdracht die ze kreeg? Oh. Pak gewoon de eerste. Alsjeblieft. Kijk, oké, ik lees het. Nee, maar mijn ex kan niet. Nee, dat kan niet. Yo. Dan liever die knie. Faka. Yo. Faka. Rustig, man. Rustig, man. Hé, hey, luister. Ik had je arms net gesproken, toch? Nee, ja. Huh? Maar ze zei dat ze een trio wilde, man. Dus wat zeg je, man? Wat dan? Gewoon, ik zet er net af. Je zet er net af? Gewoon, ze kon je horen, fok op. Maar daarvoor heb ik nog gesproken, toch? Bro, ik ben al de hele dag bij, dat is goed, ja? rustig, ik ben je later terug, ja? Is dat klaar? Die zou niet gegaan, snap je? Oké, maar vooral, bel een goede vriendin. Wat is dat? Oké. Hoe goed? Je bent Team Fabiola. Ik weet niet hoe ze gaat opnemen, hè? Daar gaat het niet. Probeer maar. Bellen jij. Wie bel je niet? Ting, die ik net tegen haar zei. Oké, Ting. Maar ze gaat niet geloven. Daar gaat het niet om. Dat is de doel is dat je haar laat geloven. Maar als het niet lukt, jammer. Nee, ik wil heel sterk liggen. Hey, Poes. Hey, Poes. Hoe is ie?
I'm good. How are you? Ben je alleen? Ja. Oké. Dus toen ik laatst bij je was, toch naar die tattoo? Mm-hmm. Ik had ook tegen je vriend gezegd toch van, ja, stuur me die zeep door op Insta of laat me je tattoo ideeën zien via Insta. Mm-hmm. Daarna had hij me gedm'd. Echt? Ja. Do I need to be concerned if I can't it op hem krijgen? Girl. Oké, okay, niet boos worden. Ja. Maar basically, he told me dat ik er heel goed uitzag. Ja. En hij wil zeg maar een trio met ons, dus het komt een beetje over, ja, alsof hij me probeert te versieren of zo. Girl, I swear. Dus misschien moet je even... Waarom geloof ik dit niet? Girl, ik bel je toch niet zomaar? Heb je me ooit zo serieus horen praten? Girl, I don't believe this. Nee, ik ben serieus. Het was al zo awkward toen hij binnenliep, toch? Dus, ja. Ik wist ook niet dat toen ik vroeg om die tattoo-idee via Insta, dat hij me daarna zo ging DM'en. Maar ik kan hem blokkeren als je wil. Dat kan je via Emma sturen. Ja, ik stuur zo naar je. Oké. Okay. Girl, are you fucking serious? Ja, maar ik moet hangen, ja? Ja, oké. Okay. Oké, love you. Doei, poes. Ja. Ik vind dat niet zelf zo, hè? Ik vind dat niet zelf. Oh, mijn hart. Omdat jij... Het heb laten lukken. Moet Fab een shotje nemen? Nee, Fabiola een shot. Oh. Jazeker, tijger. Zij doet wel mee. Ik mee. Ja. Oh no. De wederhelft moet wel meedoen. Let's go, poes. Girl, ik tril. Ja, dit is echt heel erg. Het ging veel te goed. Ja, nou, cheers, baby boo. Cheers. In de roos. Oh my god. Maar ik heb te veel nodig gehad. In de roos. Oké, wacht. Porno kijken met je partner, go or no go? Fabiola? Ja. Oké. Okay. No go. Nee? Nee, man. Nieuwe standjes uitproberen. Hij ook gewoon zelf verzinnen. Ja. Oké, okay, Gori, heb jij ooit porno gekeken met je vrouw? Niet direct. Maar wel indirect. Mm-hmm. En dan wat is jullie favoriete categorie? Als ik zo brutaal mag zijn. Die favoriete categorie, wat bedoel je dan? Bijvoorbeeld Big Black Cock. Ik weet niet, man. Ik heb het niet gedaan, man. Cock, one niet. Girl. Niet direct, ik bedoel nee. Snap je? Soms komt het op tv, dan... Wat, maar... die? 0900. Ja. Dat kijk je. Dat is porno. Nee, niet dat, man. Internet toch? Je kent je nek die model, dat het gewoon opvloept. Ga niet door of je geen screensaver hebt. Dat heb ik niet. Maar als ik porno kijk met de meiden, dan gaan we echt gewoon ervoor. Ja? Gewoon echt. Oh, dus je kijkt wel. Jij kijkt wel. De reden waarom? Het is gewoon, kijk, ik ben een... Ja? Ik ben een echte oversexte nigger, snap je? Terwijl ik seks wil ik seks horen. Snap je? Okay. Af en toe kijk ik, dan zie ik Kill Draait Amsterdam, dan ben ik die Kill, dat draai ik je ook om. En wat snap je? En wat was jouw model? Want je zei net... Ik weet niet hoe die dingen. Big klok, big klek. Big kok. Maar wat is die van jou? Big black, nee, ik kijk meestal naar Big Black Bots. Of Latina's, Ebony's. Mijn favoriet is gewoon Ebony. Straight, snap je? Ik hou gewoon van mijn Black Queens. Het is gewoon heerlijk. Hou ik van. Ook al ben ik zonder meid, kijk ik ook gewoon vaak porno. Kijk jij vaak porno als je geen seks hebt? Af en toe, ik heb wel mijn dagen. Oké, okay, dames. Dames hier in de back. Kijken jullie wel eens porno met jullie? Met mijn partner. Ik niet, hè. Ja? Nee, maar nu, hoe je single bent. Ik maak alleen porno. Af en toe, niet heel vaak. Oh, ze brengt die koude ding terug. Wacht even. Wat zei je? Ik maak alleen porno. Als in... Wacht even. Ja, filmen. Ja? Ja, natuurlijk. Maar je hebt ook OnlyFans, toch? Daarom, ja. En... Ik moet mijn fans tevreden houden. Maar hoeveel fans heb je nu die op jou geabonneerd zijn? Ja, heel veel. Hoeveel? Heel veel. Ik ga niet... Meer dan 1000? Ik heb gewoon echt genoeg om gewoon mijn ding te doen.
en om lekker ver te gaan. Maar je kijkt echt gewoon, je, bij jou als je dus ik abonneer? Ja, ik geloof dat $6 per maand of zo? Ja, iets meer, $30. $30? Ja, maar soms gooi ik wel een sailtje er tussendoor als ik blij ben. Oké, laten we zeggen $30 per maand. Hoe vaak gooi jij in de maand een video? Oh, ik maak vaak video's. Ongeveer? Ja, ja, heel veel. Is in een maand? Het is gewoon werk. In een maand? In een maand hoeveel video's? Nou, per week iets van 4-5 video's. Die plaats ik. Seks? Gewoon, of van spelen alles. Met je alles. Kunnen we ook eentje zien toevallig? Nee. Preview, want misschien krijg je YouTube abonnee. Gaat denken het eraf halen, zo erg. Ja, maar niet hierop zien. Hij wil ik wil gewoon het gewoon zien. Zien. En dan kan ik hun zeggen van... Dat is echt. Het misschien cap je ook, snap je? Yep. Ja, het is sowieso wow, wacht even, jij hebt? Nee, het is ik sowieso Ik heb niks gezien aan. Wie je hebt, ja. Oké, laat maar zien dan. Ik weet niet eens wat ze wel zeggen, bro. Hoe kom je daar? Ik heb een kleine preview, misschien abonneer ik direct. Nee, het is sowieso... Ik zeg eerlijk, ik zou wel voor die abonnee gaan, toch? Maar jij? Nee, ik bedoel, als jij eens laat zien, dan dat je... Alle respect, ik zou niet betalen voor... Ik bedoel, weet je, ik heb Pornhub, ik heb... Ja, maar polar porn. Ik doe ook speciale verzoekjes van wil je een voet? Nou, ik geef je een voet. Zo tegen die rust gaan. Godverdomme. Mensen betalen om jouw voet te zien. Ja. Oké, stel ik zeg ik wil tieten. Ja. Nou, hoeveel betaal ik? Nou, maar niet uit. Ik maak wel een speciaal prijsje voor jou. Wauw. Timer dan. Oké, wat zou een speciale prijs voor mij zijn? Nou, voor jou, omdat je net nieuw bent, dan... Ja. Dat moeten we nog over hebben. Oh, DM'en. Je moet in die DM sliden om dat te horen, bro. Nee, het is echt only voor mijn OnlyFans. Ja, niet voor de... Ik heb nog nooit een naaktfoto gestuurd naar iemand. Iedereen moet betalen. Ja. Ja, OnlyFans, ja. Making money. Wie had J. Martina achter die DJ set vandaag? Oké. Heb jij wel eens betaald voor porno? Nee, dat niet. Heb je betaald voor seks? Nooit in je leven. Jawel, vroeger. Jawel, gewoon wallen? Wallen model? Wallen, 100%. Fuck, kom je Damsko? Ja toch? Ja, doe niet, ja, jawel, ja, ja. Man. Eén keer of vaker? Nee, wel vaker, man. Ja? Ja, wat, is dat raar of zo? Ja, ik loop. Waarom is dat raar? Even nu. Timer, die gezichtsuitdrukking dan die? Nee, de reden waarom, broer. Heb je nooit gehad dat je bij de wallen bent, je hebt seks met die arms en dan vinden ze van ja, you got 5 minutes. Dan wat? Ga je er? Nee, maar ik hoef dan bij. Je... Ga maar door, ja! Timer, dat dubbele staat. Uur drie. Nee, maar ik zeg je eerlijk, als je uit Belmen komt, heeft elke young boy uit Belmen. Ja, dat is sowieso. Dat sowieso bijna elke is wallen. Je moet even leren, toch? Ja, is die opleiding, snap je? Is die opleiding. Ja, man. Ben jij wel eens wallen geweest? Ah, broer. Dat moet je vroeger tuurlijk doen. Wallen, ja, man. Maar jullie hebben ook zo eentje in Den Haag, toch? Den Haag. De Bledstraat, Geleenstraat. Maar ik hoor niet of Den Haag is beter dan Amsterdam. Dat, ik weet niet, ja. Amsterdam heb je echt monsters staan. Hoor. Ja, ik snap wat je bedoelt. En dan durven ze op bankoe te vragen. Weet je wat? Aga, je komt €30. Vroeger was ik gewoon een model. Toen we jong waren, ik was misschien 15, 40, gingen we gewoon naar die straat gewoon om te kijken. Er was een chickie daar, ze leek op Aliyah. Snap je, zoals hij. Kan niet. Dus iedereen, ik zweer het maar. En we noemen daar ook zo. Dus in de buurt gingen we gewoon elke weekend, weet je wel, IJs of Rokko, gaan we naar daar. Alleen om te kijken, hè? En dan zo, hallo, zij was je al klaar, man, broer. Ken je die model? Ze zijn gewoon hallo van je. Hey. Broer, hey, ze hebben gewoon groet. Ze hebben gewoon groet, broer. Die zouden voorbij dat, man. Ja, Oké. Don't do that shit, man. En dan nu een mooie vraag. Als een vrouw niet nat wordt, komt het daar door de man of de vrouw of komt het door allebei? Ik wil het van een vrouwelijk perspectief en van een mannelijk perspectief. Nou, ik denk altijd één team, één taak. Dus dan ligt het aan beide kanten. Oké. Jij? Ja, Wally. Ik denk daar word je als jongen gewoon zeker van, toch? Hoe word je poes niet nat? Fucker. Ja, dat kan. Ik ben 24-7 nat. Ja. Ja, toch? Je wel dames, mevrouw in de bek. Ik zie je al lachen. Wat hebben jullie wel eens gehad dat jullie met een man zijn en het werd maar niet nat? Ja. Ik ben één keer weggegaan. Oh, ik ben... Nee. Ik ben gewoon weggegaan tijdens die seks. Ik had een trio. Wow. En, met een man extra of een vrouw extra? Nee, een extra vrouw wel. Mm-hmm. Maar ik weet niet wat die man deed, het werkte niet. Dus ik zei dat gewoon... Het werkt niet bij jou of bij jullie allebei, zeg maar? Nee, bij mij gewoon niet. Dat was gewoon iets voor mij of zo. Mm-hmm.
Dus ik zei dat en ik dacht, nou, misschien gaat hij dan iets anders doen. Nou, hij stopte zo zijn vingers droger in. Toen dacht ik, dit is de grens, ik ben weggegaan. Dat kon niet meer. Sorry, wat is dat? Wow. Ik dacht, hij gaat me beffen of iets, toch? Maar nee, wow. Hij is gewoon droger in. Ik dacht, nee, dit is de grens. Ik pakte mijn kleren, ik ben de deur uitgegaan. Mijn vriendin heeft wel afgemaakt. Oké, okay, we gaan een shotje nemen voor de droge vingers, man. Jezus Christus. Op Roos. En een droge doos. Wow. Ik kan ook rijmen, zie je. Oh, dat kan ik wel, hoor. Oké. Jong en Lee, wat heb je liever? Tenen likken van je partner of in de mond spugen? In de mond spugen, man. Ja. Mag ze ook in jouw mond spugen? Niet per se. Maar stel ze doet het, zou je verbaasd zijn. Ik zou wel even kijken op haar, maar je, toch, omgekeerd, je bent er al in, je bent er al in, snap je? Dat is gewoon doorgaan, man. Ja? Man, zo'n freak like that. You get bad boy things. I hear you, man. Dat is die man van me toch. Oké, okay. Dus bij jou is het, ik neem aan, hoe je het hype, bij jou thuis wordt er vaak gespuugd. Waarom? Dus omdat ik het hype, dat is een... hoe heeft dat die twee dingen bij elkaar te maken? Nee. Nee. Okay. Bij jou wel? Ik het. Ja? Ik heb één keer gehad dat het chickie zei van spuug in mijn mond. Ja. Ik keek ook van timer dan. Had ik het toch gedaan, dacht ik van het heeft wel wat. Maar een chickie gaat niet in mijn mond lopen rachen, bro. Nee, maar je likt wel tenen. Ja, zeker. Oh, okay. Dames. Yo, baby. mevrouw daar. Mevrouw daar. Ik zie je zo lief lachen. Nou, wat is je vraag? Is er wel eens bij jou, of heb jij wel eens bij iemand in de mond gespoeld? Bij mij wel, maar ik zelf niet bij iemand anders. En tenen likken? Ook, dat, maar ik niet bij hem. Vind je dat fijn of is dat een model? Want ik snap die model persoonlijk, snap ik het niet, maar snap je wel? Nee, na een tijdje denk ik wel van, is goed zo. Oh, ze doen het wel bij je? Ja, toch? Ja. Laaf, man. Laaf. Ook echt tussen die tenen? Ja, eronder, in. Ook die heel? Mm. Maar dat is het gevoeligste, hè? Ja, klopt. Oh, Jezus Christus. Oh, wat? Mijn god. Tenenlijk. Ben je zo ver? Hij komt er bijna klaar. Heb je ooit tenen gelikt? Niet per se. Nee. Wat is die niet per se model van je broer? Nee, toch nee. Ik zeg nog nooit? Draai het. Draai before you die. Maar ik ben ook sommige dingen moet je niet proberen, zeg maar. Nek je die? Niet dat het gaat. Het gaat een beetje te voor mij, man. Hoezo te? Hoe moet ik je... Ja, gewoon met je lip en je tong en dan ga je. Je hoeft maar het niet te zuigen. Vinden jullie dat lekker? Vinden vrouwen dat lekker? Als een man naar je tenen gaat. Ik heb het sowieso niet met voeten. Dus je moet al helemaal niet met je gezicht bij mijn voeten komen, nee. Oké, okay. Andere vrouwen. Het zit de hele dag in de schoen. Jij? Nee, bij mij is het nog nooit gebeurd. Maar nee? Nee, ik zag niet smeer. Maar jij lijkt me type, je zou het niet erg vinden. Nee, ik zou het maar tegen. Het idee vind ik wel leuk of zo. Maar hoe is het nog nooit bij jou geprobeerd? Ja, ik weet het niet. Ik heb altijd mooie witte tenen, maar... Daar zijn je mannen niet aan. Nee, ik denk het ook niet, hè. Jongen, Lee, je wou geen tenen likken, dus kom niet doen alsof je aan bent. Je gaat stoppen. Oké, licht aan of uit tijdens de seks? Aan, 100% aan. Waarom? Oh, waarom? Ik moet je body zien toch? Mm. Curves, alles. Gaza. Oké, en bij jou licht aan, uit? Ik wil disco, we maken er een feestje van. Oh, wie riep. Ik geloof je niet eens meer, man. Voilà, ik geloof jou niet eens meer. Disco. Ik heb van die fucking schattige sterrenlampen die zo'n sterrenhemel geven, toch? En je, bij je bed? Ja, toch. Echt fucking viraal. Goed sfeertje. Kaarsjes aan. Maar heb jij, zeg maar, seks onder invloed? Nee, ik heb nooit... Nee. Nooit. En champagne erbij. Oh ja, mouet. Ja. Oké, mouet. Icy. Dat is die mol. Hey, van die? Neem maar dat shotje wel weer. Mouet, dat is die mol. Wauw. Oké, nice. Oké, stel je hebt een broertje, zusje of een zus, broer. Zou jouw beste Mattie met jouw zus of zusje mogen daten? Nee, man.
met je eens. Ik ga je niet eens vragen waarom. Mm-hmm. Nee, want, 100% niet. En bij jou zou je bijvoorbeeld jouw beste vriend of vriendin... Nou, ik denk niet eens dat ze mijn zussen aankunnen. Waarom? Hoezo? Nou, ik heb er 5. En nog allemaal erger dan mij. Ik val echt... Erger dan jou? Allemaal erger dan mij. Ja. Geloof het niet. Dus dat valt allemaal reuze mee. Zijn je zussen erger dan jou? Ja, veel erger. Oh mijn god. In welke zin? Ja, in elke zin. Ja. Waar, van welke stad komen mensen wel graag? Groningen. Maar officieel Leiden. Groningen, Leiden. Deze chick hier Ja, kijk, heel mijn familie komt uit Leiden, maar ik ben geboren net aan in Groningen. Toen ik, ja. Dus jij bent een beetje different, zeg maar. Ja, very different. En je 5 zussen? Ja, en een broer en een broertje. Maar ja, ja. 7, jullie zijn met z'n 7. 7 en allemaal dezelfde vader en moeder. Ja. Goed. En jij bent de normaalste van hen, zeg. En jij bent... Ja. Wauw. Letterlijk. Gewoon gechoqueerd. En hoe gaat het met je moeder? Ja, gaat goed. Ze leeft nog. Oké. Okay. Met zoveel... Oké, dan mag ik dat vragen. Welke is de ergste van je zus? Ja, dat is eentje met een rode boskrullen. Zij Denise en zo naar jou. Zij is gang. Zij is gang, bang. Maar zij is ook... Is zij ook... Hey, die! Wat is dat? Hey, is ze zeg maar ook op OnlyFans? Oh ja, ja, is dat nee, zo? Hoeveel van jouw zussen zit op OnlyFans? Ze zal het zo doen hoor. Ze is nou getrouwd, maar ze zal het zo doen. En je andere zussen zitten die op OnlyFans? Nee, mijn moeder zat erop. Nee. Ja, mijn moeder. Hey, ik geloof je niet, man. Hey, ja, wel, wil je niet zien? Meer, man. Ja, ik is wil echt zo. Dat wil ik wel zien. Dit oh, moet ik even mijn mobiel pakken. Waar is En hoeveel kost bij haar per maand? $30 ook. En ze is nog met je vader? Bro. Nee, mijn vader is ook niet. Zalig. Ik geloof het niet eens, man. Het komt eraan. Oh ja, yeah, I got it. Wacht even. Dit is echt Darvis? Ja. Maar ik wil het niet zien. Hey! Je wil niet zien, Bie? Ik wil het wel zien. Dit is echt zo. Kijk, en dit zet ze op olieven. Kijk, ik wil zien. Nee, ik geloof niet dat je moeder echt... Wacht, dat is mijn moeder. Nee. Ja. Zijn er zo vast? Zet deze. Oké, Zo. Kan gewoon. Maar wat is er raar aan? Het is niet raar. Wat is er raar aan? Het is niet raar, maar het is raar. Het is wel anders. Zo maar wat is anders? Niet iedereen zijn moeder heeft OnlyFans. Nee, maar ik ben blij dat dit soort dat porno bestaat, dat hoeren bestaat. Want anders hadden nu allemaal verkrachters rondlopen die hun ei niet kwijt krijgen of hun frustratie. Dus ik vind het super goed dat dit allemaal bestaat. Ja, ik hoor je. We gaan direct over naar het tweede spel genaamd Fuck, Marry, Kill. We beginnen bij de enige echte. Jong Ellie. Mm. Fuck, Marry, Kill. Jade Lauren. Mm-hmm. Vandaag ben ik er echt achter gekomen dat ik echt een crush op haar heb. Ja, ze is zo knap. Jade, als je dit ziet. Jai die goon. Ik ben die kill voor jou. Oké. Okay. Delani. Ik dacht een tijdje dat jij en Delani wat hadden, maar we gaan verder. Of Loutje. Dus Jade, Lauren, Delani of Loutje. Fuck, Mary kill. Ik denk Mary, Jade, Lauren. En wat was die andere? Mary kill. Je hebt Mary, Jade, Lauren. Dus fuck, Mary kill. Ik zou Jade, Lauren sowieso Mary. Mm-hmm. Kill. Delani of wie? Was het? Loutje. Moeilijke keuze. Dat is een moeilijke keuze. Je moet correct komen. Maar ik zou Loutje toch fokken, man. En Delani kill, maar met alle respect. Er is geen maar meer. Delani, hij kilt je. Kon je maar. Zo zie je. Hey, met alle respect, hè. Met alle respect. Ja, toch? Oh, met, dat was het. Mm-hmm. Alleen met alle respect. Mm-hmm. Kilt met alle respect. Nee, ik hou respect van haar. Ja. Je houdt van haar? Ja, toch. Maar gewoon normaal houden van haar. Normaal houden van haar. Gewoon als collega. Vriendschappelijk zeg. Ja, toch. Oké. Okay. Maar wat, voordat we overgaan naar Fabiola, wat was die model van jullie? Het leek een tijdje, jullie maakten tune samen, het was gevoelig. Wat? En je zei ook dat je haar echt voelde. Entertainment, hè? Hoe, was het entertainment of? Nou. Was het echt je hart die sprak? No comment, man. Ja, toch. Wat is het dat ik je zeg? Ik ben jong en niet. Gaza. Gaza. Oké, okay, Fabiola. Fuck, Mary Kill. Jong Ellens. Ronnie Flex. Of Rico Verhoeven.
Wat een namen. Ja, wil niet zeggen dat alle drie op jouw OnlyFans staan. No comment. Je moet gewoon daar, je moet zeggen fuck Mary Jo. Ja, fuck Mary Jo. Nee. Maar we moeten even nadenken. Je mag. Oké. Mary, Ronnie Flex, hij is heel een sweetie. Hoe weet je dat? Of gewoon van tunes? We zijn toch collega's? Oké, de wereld is toch klein? Zit hij ook op OnlyFans? Nee. Nee, maar ga door. Fuck Young Alice en dan Kill Rico Fova. Oké. Wacht, ik wil van hun ook horen. Die drie. Ja. Wat zou jij kiezen? Ik zou precies hetzelfde doen eigenlijk. Dus je zou met Ronnie vertrouwen? Wie zou je killen? Killen Rico Fova. Ja. Jullie loeven die Thai-box modellen niet, zeg maar. Nee. Je moet correct komen ook in een model, toch? Rico Fova de Thai-box? Kickbox, Thai-box is hetzelfde, B. Je wil me starten, broer. Jeez, bro. Oké, voor jou, fuck, Mary kill. Jong Ellie. Hey, priceless, timer, B. Wat trek je mij in de kaart? Jong Ellie, priceless. Het is gewoon op die koude ding, bro. Hey, wij staan nu op. Hé, hey, alsjeblieft, man. Huh? Prijs, wacht even broer, Jong Ellie, Priceless en Rabbi Rex. Rabbi Rex nog steeds in de back. Rabbi Rex, let's go. Oké, fuck zou ik sowieso Jong Ellie doen. Sowieso? Nee, is voorbeeld toch. Kill. Pricey. Gang shit. Rabbi Rex dan maar met. Rabbi! Oh my god, hoe zou ik komen? Oké, tranquilo. Ik ga dood met respect wel, toch? Neem ik aan. Sowieso. Je kan me niet zo dood laten gaan. Ik moet als een G dood gaan, snap je? Oké, één dame uit het publiek mag prijzen zijn vraag stellen en het woord. Broer, wat? Hoe is alles zo prijs nu opeens? Timer dan, bro. Je moet iets doen. Je zit maar. Executive. We gaan nadenken. Heb je ooit billen gegeten? Het is niet mijn model. Ik geloof je niet. Ik heb het gedaan. Maar kijk, er zitten ook wegen tussen. Misschien dacht je van, ah, vandaag ga ik een vagina boy, ik heb het gezegd. Ja, je blijft de hele dag over billen praten. Is wie is leuk. Wie is je? Niet jij alleen. Jij ook, want jij stelt die man, maar je komt weer in die model meedoen en zo, snap je? Maar jij bent wel billen. Ja, maar ik eet geen billen. Meids eten mijn billen, snap je? Dat is simpel. Ik ben een nasty. Is dat raar voor je? Klinkt een beetje gay of broer, met deze man wil ik niet eens over seks praten. Hij eet geen, hij likt geen tenen. Broer, maar dat is niet raar, hè, broer. Oké, wat doe jij? Stel je bent met Stel je bent met de dame en ze zegt ik wil iets anders. Ja. Wat ga je dan doen? Zoek een andere guy. Geloof me, mijn shorty zijn sowieso certified, satisfied. Kom man! Je bent goed. Hoe heet het? Satisfied? Wat? Satisfied. Oh, die satisfier. Ja toch? Nee, broer. Okay, ja. Maar we kunnen ook werken met dat. Nee, maar kijk broeder, als je eenmaal in een relatie zit, broer, basic set gaat er na een tijdje niet in zitten, broeder. Ik wil die ding draaien. Wat doe jij? Wat ik doe? Ja. Als je een prijs broeder, ik ben een kill. Ik kom als ik echt een vrouw heb, dan wil ik je pleasen. Dus je doet alles wat ze zegt? Niet alles. Waarom niet alles? Als je komt met ik wil trio met de andere kill, dan is het einde verhaal, broer. Wil je gewoon vragen, dat wil je niet. Gewoon vragen, hè. Ik wil bijna die flyers op je hoofd slaan. Ga je nog kans slaan? Broer, maar kijk, snap je me als ik me aankom met iets wat ik bij haar moet doen? De freak is, ja, een keer. Want ik ben die nigger die het moet doen. Ik hoor je. Snap je? Want als jij het niet doet, gaat de andere het doen.
Heb je dat meegemaakt? Wat dat de andere doet. Broeder, ik zit hier. Ik ben op vrije voeten, toch? De dag dat de vrouw... laat me dat hier op camera zeggen. Oké, maar wacht. Voor de dames wil ik dat weten. Klopt dat, zeg maar, in model wat... Hebben jullie ooit gehad met een jongen dat je denkt van... Ja, ik wil meer dan bekkies, plat op buik. Snap je? Oké, wacht. Skip dat. Wie van jullie de ass is wel gegeten? Want iedereen kijkt naar mij en vraagt... Ik vind het belangrijker. Wie van jullie eet ass? Nee. Maar jullie willen wel dat het gegeten wordt. Kijk. Hey. Niemand. Mag jou. Jij gaat drinken, eet je bil. Heb je ooit een man zijn bil gelikt? Ja hoor. Maar wacht. Als die man dat lekker vindt, dan moet je het gewoon dus doen. Dus bij jullie allemaal is het niet gebeurd en jullie hebben het niet gedaan. Dat is wat jullie allemaal zeggen. Ik heb het wel gedaan. Nee. Oké, zij heeft het gedaan. Heb jij ooit een man zijn bil gelikt? Nee, ik heb 2 lange relaties gehad, hij wilde ook nooit. Maar hij wil wel eten bij je. Hij gaat jou wil eten. Ja, is wel eens bij mij gebeurd. Is die relevant, B? Heb jij ooit een maanse pil gegeten? Nee, man. Wow, Pietrius Toebotan. Jij ook niet? Heb je ooit een maanse pil? Nee. Hé, mami. Bijna. Hoe per ongeluk? Je ging gewoon met die bal. Ja. Geef me die tori. Bij die brug. Ja, daar. Had je nog een no? Ik snap weer naar boven. Was. Nee. Mama? Wat als ze daar een korreltje poep zit? Doe maar kijk daar. Dit zei ik laatst. Hey, gewoon met poep zoeken. Nee, dat is niet. Na die shot heb ik echt een vrouw, want ik weet niet wat de kleine kinderen jullie naaien dat ze billen niet kan vegen, maar ja. Proost. Maar sta je wel voor open? Nee. Nooit? Ik vind het niet hard. Sta je voor open? Mm-mm. Sta je voor open? Jawel. Wat de ambulance. Ja. Jongen, die timer, wat je. Hey. Nee. Jij sowieso, jij gaat het niet spelen. Jij liegt. Als zij zegt dat ze het. Oh joh, ja, ze liegt. Scherm goed. Film die dame goed daar. Roos? Ja, ik sta er wel voor open. Je staat, zie je? Hey. Dames die even open staan, shout out naar jullie. Wegwijs. Oké. Vraag voor de dames. Oh mijn god. Hoe herken je een fuckboy? Wat is je snap? Wow. Wat is je snap? We weten allemaal wat daar gebeurt. Wat gebeurt op jouw snap? Veel. Maar laat me zeggen, als een guy je snap vraagt, is het vaak al omdat die chest daar verdwijnt en zo. Weet je toch? Beetje sneaky. Dan moet je nummer vragen. Ja. Dat vind ik. Dus ja, nummer niet iets ouderwets, serieuzer. Zeg maar. Nee. Nee, is wat persoonlijker, jeet toch? Ja. Maar misschien wilt hij het niet in de misschien eerste instantie persoonlijk. Nee, misschien niet gelijk, maken. Niet direct. Maar op een gegeven moment moet je wel mijn nummer vragen, want what the fuck? Ja. Gaan we nog FaceTime of? Kan ook niet een stap, hè? Nee, wat is dat, joh? Met die kleine rondje daar, nee. Je wil FaceTimen, hoor. Gewoon FaceTimen, ja. Hij moet wat kwaliteit. Hij moet wat sturen, hè? Daarom. Wauw. Doe je aan telefoon? Nee, dat niet. Nee? Nee. Nooit gedaan? Eet gewoon dat iemand heet wil praten, maar je negeert het gewoon. Want wat doe jij? Dan waarom moet ik je nummer nemen? Waarom moeten we telefoonseks hebben? Om te dus je feest en dan praat gewoon je over... gezelligheid, over het leven, over het doel in het leven. Ik ben geen dokter, veel douche. Hij nee. Ja. Jij? Sorry? Hoe herken je fuckboy? Ja, dat is echt een vraag. Ik denk als ze bij uit eten of zo, als ze hun geld pakken... Dat ze alles laten zien wat ze hebben in plaats van wat je gewoon nodig hebt. Dit is priceless, hoor. Dit is niet nodig. Dit is priceless. Hey, ga nu mee liggen. En dan is die nigger met mij, hè? Dit is priceless. Dit is priceless. Nog één keer, zwart betreft. Wat zijn jullie? Wat? Bij eten wat? Sorry? Bij eten wat? Als hij zeg maar moet betalen en ze gewoon zijn geld pakt en gewoon al zijn biljetten pakt in plaats van gewoon wat hij nodig heeft. Ben ik dat? Dit is priceless. Ik betaal met pin. Cap. Broer, je hebt net die broer. Naam Capless. Heb je verlaten, broer? Je wil weer terug. Broer, je was daar. Ga niet cappen. En
En je had Aqua Asia opengemaakt voor maar ons. Is normaal, dus, is dat normaal, is een andere is story. Normaal, dat is een andere story. Maar broer, ik nam je mee gewoon naar Supergunner. Nek je niemand dat? Nee, maar ja, los van dat. Dat is niet prijsless, man. Ik ga jullie eerlijk zeggen, ik ben wel een guy van... Eer toch? Mm. Respectfully, snap je? Dat is mijn model. Dus, snap je? Maar... Stop met die dingen, bro. Okay. Ik weet niet wat je probeert, maar stop met die dingen. Jij. Dus je zag jongen jullie niet... Dit was priceless! Broer, dat zag je niet. Maar, luister, het lijkt bijna of ik met hem ben uit eten gaan, broer. Nek je niet? Nee, terwijl ik ben nooit met die man gaan jappen. Ik weet hoe prijs die is met pap, hè? Ja. Ja, broer. Gaan we dit echt doen, jongens? Gaan we dit echt doen? Maar het maakt niet uit, broer. Nee, maar ik ben gewoon eerlijk, broer. Maakt niet uit. Ik ben humble, broer, in die zin, snap je? Ik kan opscheppen over alles, maar niet over uit eten gaan en dat soort dingen. Oké, dan heb ik een prachtige vraag voor jullie allebei. Jullie zijn natuurlijk allebei twee toppers in de scene. Anderen ook buiten de scene. Dager. We beginnen bij Fabiola. Hoeveel staat op je actieve rekening? Genoeg om mee te leven, maar cijfers ga ik niet noemen. Oh. Je wil niet praten over je actieve rekening? Nee. Oké, hoeveel nullen? Nee, ik vind het niet chic. Ik ga niet over praten. Is niet chic. Is niet chic. Nee. Is niet chic. Nee. Het is niet chic. Nee man. Het is niet chic. Nee, ik vind het gewoon niet netjes om daarover te hebben. Het is niet chic. Ik doe daar niet aan. Je doet er niet aan. Niet aan, nee. Oké, dit wil ik wel weten gewoon. Dit is gewoon persoonlijk. Die OnlyFans story, toch? OnlyFans. Iemand praat met je. Je zegt mensen betalen voor je food en voor je ding. Alles. Wat is de gekste ding dat iemand voor heeft betaald en prijs? En de gekste bedrag, dat mag wel. Ja, dat mag wel. De gekste is dat hij denk ik zich verkleedt als vrouw. Hij verkleedt zich. Ja, en dan moet ik zeggen of hij wil met mij meeten en ik moet hem opmaken. Afkomst? Ja, dat zeg ik. En hij betaalt daarvoor. Wat is de afkomst van de persoon? Dat is weird, man. Marokkaans. Mootje! Mootje! Hoe ik wil die camera bijna draaien daar! Fijn hoor. Wauw, gaat het? Maar ik vind dat niet zo gek hoor. Goed. Maar dat vind ik helemaal niet zo gek. Vind je dat niet gek? Nee hoor. Ja, hij verkleedt zich. Als wat. En je, maakt hem op. Ja, het kan. En dan betalen ze je daarvoor? Dat kan, ja. Maar ik snap niks meer, broer. Well, ik snap niks meer. Ja? Ja, sissy boy. Ja, ja. En hij betaalt jou. Wat is dat? Sissy boy. Sissy boy. Sissy boy. Dan wil een man als een vrouw gekleed worden en als een baby behandeld worden. En dan ben jij zijn baas. Kleineren. Maar, ik dacht die dingen had je echt alleen maar even. Dat is gewoon even voor dan. En daarna gaat hij weer doen of hij normaal is. Ja. Hey, goed. Maar hebben jullie dan ook seks? Nou, kijk, ik heb nog niet gehad dat ik met iemand ga afspreken. Want dat vind ik zo mooi aan OnlyFans. Alles lekker online. Ik hoef niks te doen. Alleen met mezelf. En dat is geweldig. Ja. Oké. En die Sissy Boys, dat is gewoon afspreken. Make-up, pruikje op en dan... Ja, ik heb nog nooit met één... Ja, het staat gepland. Misschien ga ik nog ooit even in de future het doen. Sissy boy. Oh, weird. Maar ik heb... Maar ik beoordeel zeg maar... Oh, zeg ik, oh, je hebt een mooie geel pruikje op. Ik ga je te koop zetten aan mijn slavenslet. Weet je wel, zo behandel ik hem. En dan ook slappen en zo. Ja. Deze goed lijkt bijna of je die ding leuk vindt. Maar ik begrijp niet eens. Nee, broer. Kijk, weet je wat het is? Ik zeg eerlijk, broer. Ik begrijp niks. Kijk, ik heb echt van die dingen gehoord. Ja. Maar ik dacht, dit is... Fanta. Echt Amerikaans. Ja. Die Amerikanen zijn ziek. Maar ik zie Mokro's ook. Nee, man. Ik zeg eerlijk, niet elke Shout-out Mokro. Shout-out aan Noel Jackson nog steeds. Niet elke Mokro. Ik kom uit Schilderswijk. Ik moet voor ze rappen, man, broer. Dus je toch. Maar dit zijn, ik weet niet van waar je ze vindt. Ze slijden je OnlyFans DM of hoe. Ja. Maar je kan gewoon berichten met OnlyFans. Ja, met mij. Maar betaal je daar ook voor? Ja. Vertellen overal voor. Maar het zijn wel mijn fans, weet je? Ik geef ze veel aandacht. Maar er zitten ook niet alleen geile mannen op of vrouwen, maar ook zeg maar... Maar dat zijn gewoon oude mensen, neem ik aan, toch? Ook, maar ook zakenmannen die geen tijd hebben om te daten en dan met je gaan berichten om aandacht te krijgen van een vrouw. Maar het kan ook heel normaal zijn van hoe was je dag? Had je een rotdag op werk? Dat kan Ook. Oké, maar dat is wel de vraag ook in. Dat kan je wel zeggen, toch? Als iemand zegt van, hoe was je dag? Betalen ze daarvoor dus?
Ja. Maar hoeveel betalen ze dan om dat tegen jou te zeggen? Dat is toch nee, gek? Maar ze kunnen tippen van, oh, ze vinden me lief, dan tippen ze even. Ja. Als, omdat ik met hun interactie toon. Wat is de grootste tip die je ooit hebt gehad? Ja, ik denk rond ja, 300 euro. Gewoon ja, dollar. Om te zeggen van, hey, alles goed. Ja, maar het kan van verschillend zijn, weet je wel. Want je hebt een band met die fans. Oké, sick, sick, sick. En bij jou? Wat? Heb je ook OnlyFans? Man, ik ben die hele onderwerp vergeten, man. Heb ik ook OnlyFans, wakker. Ja, hoeveel staat op je actieve rekening? Genoeg, genoeg. Genoeg om voor mijn familie te zorgen. Ja. Ja, dat is toch super leeg, hè? Ja, hey, deze girl is zo light-skin. Oh mijn god. Hij werkt op me. Nee, maar genoeg, bro. Als jullie deze keer light-skin vinden, doe een duimpje omhoog. Thanks. Oh, broer. Soldaat. Ik hoor je, maar dat is altijd het mooiste. Ja, je doet die bro. Dingen om natuurlijk je, om jullie te uiteindelijk kunnen. Uiteindelijk doe je die dingen voor hun. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is het belangrijkste, man. Oké, ik hoor je. Oké. Ja, zou je de bodycount van je partner willen weten? Ja. Ja. Waarom? Nou, ja. Dat vind ik wel belangrijk. Oké, okay, je wow. date en je voelt die keel echt, bla bla bla. En nu na 2-3 maanden... Als hij zegt dat hij 300 vrouwen zo heb gehad, nou nee hoor, dan hoef ik hem niet. Ja, ik wijs hem er echt op af. Vind ik echt vies. Hoezo is dat vies? Ja, vind ik vies. Maar nu vind ik dat vrouwen hier wel, dit zijn allemaal vrouwen, jullie kunnen hierop inhaken. Wat, ja. Wat? Ja, ik vind dat ook niet, ik vind dat ook een no-go. Okay, bij welke cijfer zeg je van, broer? Nee. Moeilijk. Nee. Want aan de ene kant zeg je wel van, hij heeft dan wel ervaring. Maar het is zijn ex, het is toch voor jou? Maakt het dan nog uit? Er zijn wel heel veel voor me dan. Ja, daarom is het voor je. Ik vind het niet belangrijk, maar ik zou het wel willen weten. Gewoon dan kan je je een soort van voorbereiden of zo. Ik weet niet. Op wat? Nee, ik wil wel niet. Nou, sorry, ik wil wel weten hoeveel op de firma is. Niet dat ik op afvraag. Mag jou. Ja, alles wat voor mij is gebeurd, boeit mij niet. Ja. Je bent daarna bij mij, ja. Doe maar een shotje op jou, lieve schat. Want ik mag jou. Mijn god. Ja. Ja, alleen maar een man met elke chick die je kent hebt gedaan. Ik vind dat niet zo. Nee, dat vind ik smaakvol. Ja, dat wel. Maar laat het dus... Als die voor jou is. Ja, maar als ik... Maar je vindt hem gewoon een leuke jongen. Want ik neem aan dat je iedereen leuk vindt. Die vindt hem... Je lijkt die man. Maar nu hoor je van... Oké, die man is bezig geweest. In zijn verleden. Ja, met al mijn vriendinnen of zo. Of in mijn... Nee, maar hij heeft niemand gehad van je. Hij heeft 3 barkie. Maar hij heeft niemand van jouw vriendinnen aangeraakt ooit. Ja, heel lastig dan. Dat vind ik wel moeilijk. Hm. Oké, als hij nu... Laten we zeggen, hij heeft 5 mensen gehad. Maar 1 van daar was je vriendin. Ja, ik ga niet aan mijn vriendinnen mannen zitten. Dat ben ik sowieso niet. Ook als het toevallig. Je hebt nog nooit seks gehad met de kerel waarmee jouw vriendin ook seks heeft gehad? Nee. Nee. Hey, G. Hey, broer. Nee. Jij bent echt zwerig, jij. Moet ik vragen, broer? Wat is het met jou? En bij jou, maakt het, zou je het willen weten als je vrouw hoeveel webpartners heeft gehad? Voor een man is het wel anders, denk ik. Ik denk het wel. Hoe zijn ze voor een man anders? Omdat, zeg maar, wanneer je bij een vrouw, zeg maar, zo... Huh? Kijk, voor mij, als ik mijn vrouw zou leren kennen en ze heeft dat gedaan in haar verleden, zou je het wel willen weten. Tuurlijk. Kijk, guys hebben sowieso meer dan vrouwen. Weet je wat in het algemeen, kijk, zeg maar, het, snap je? Kijk, het is meer van... Wacht even. Deze dame heeft wat te zeggen. Nee? Ja, ik vind van niet. Dus jij vindt dat vrouwen evenveel als guys? Ja. Wat een man praat over 3 barkjes. Een vrouw die 3 barkjes heeft gedaan. 300 is een beetje veel, vind ik hoor. Ja, toch? Okay, daarom zeg toch ik. Niet equal. Nee, maar hij mag ook niet 300 hebben, toch? Maar lieve schat, kijk. Hoeveel mag hij wel hebben dan? Een man en een vrouw gaat nooit gelijk zijn. Ligt aan de persoon. Ligt aan de persoon? Ja. Huh? Ik bedoel, als je gewoon iemand random bent, dan... Dan mag je minder. Ja, dat is niet erg, toch? Oké, als je iemand bekend bent? Ja, dan is het logisch dat het hoger is, toch? Huh? Dat is toch logisch? En als die guy ze gewoon... Ze heeft wel gelijk. En als ja. Nu ga ik kijk, je uitleggen. Nee. Bullshit! Nee. Luister!
voordat ik überhaupt die kiekmang was op het internet, toch? Toen was ik echt die naaimang. Broer, no cap. Ja. Broer, ik neukte misschien 5 keer in een week andere ams. Nu ben ik ouder en ik begin bekender te worden. Ik hoef het niet meer. Dus het slaat. Dus geluk. Omdat je niemand bent, moet je body count, laten we zeggen, 2 donnie zijn. 20. En als je bekend bent, oh, 105, oh, maakt niet uit. Je bent priceless. Nee, maar sommigen maken er wel goed. Nee, maar sommigen maken er wel goed misbruik van. Kijk, ze hebben het gewoon makkelijker. Kijk, ja, je komt op andere plekken. Ja. Met alle respect, dit is voor elke vrouw. Sorry dat ik jullie ballon moet poppen. Een man en een vrouw zijn nooit gelijk. Gaat ook nooit gebeuren. En jullie willen ook niet dat het gebeurt. Want een vrouw wil niet in een man zijn schoenen staan. Zoals een man niet in een vrouw zijn schoenen wil staan. Als vrouw zijnde wil je ook niet elk weekend naar een club gaan. En met je vriendinnen zeggen, oh, wie ga ik vanavond neuken. Nee, dat zijn mannen. Wij zijn jagers. Daarom zijn we mannen. En als je vrouw zijnde die mentaliteit hebt, ben je een snol. Fijn. We hadden. En hierbij sluit ik de show af. Net was ik vergeten mijn boy Priceless te hypen. Maar natuurlijk is mijn guy er altijd bij. Big Bok Price. Gaza. Snap je? Gaza. En natuurlijk onze topgasten. Fabiola en Jongeli. En onze prachtige dames. Yeah. Onze boys van de cocktails en de dames natuurlijk. G's and Jens in the motherfucking building. En onze beste DJ, DJ Martina. J Martina. Hey bro. En shout-out naar iedereen. Like, share, deel. En laat in de comments achter wie de fuck je de volgende aflevering wilt. Tjallas. Oh, yeah.